Gijsdier, leuk je kijkt in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 37 en dat is van maandag 10 september tot en met zondag 16 september. En als de kaart is schud om te kijken wat week 37 voor de stier in petto heeft. Dan heb ik erbij de volgende kaarten. De maan. De ridder van bekers. En de zeven van bekers. Het lijkt een week te zijn, stier, waarin je voor jezelf aan het bedenken bent van hoe je eigenlijk verder met iets moet komen. Het lijkt alsof het nog niet helemaal naar je eigen zin loopt. En misschien zie je zelfs wel wat beren op de weg. Terwijl ik het idee heb dat er wel genoeg passie en liefde is. Waar je vooral druk om maakt, lijkt het te zijn dat je bepaalde zaken wat te groot vindt. Neem daar voor jezelf ook de tijd mee als het je beangstigt. Neem de tijd om te kijken van waar het dan vandaan komt. Knip het hele proces waar je mee bezig bent in stukjes en kijk of je het per stukje kunt bezien. En of dat misschien meer overzicht voor jezelf geeft. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Dat kan in een persoonlijk berichtje of in een berichtje hieronder. En ik wens je sowieso een super fijne week.